De bouwcoördinatie die ik doe, doe ik al 10 jaar, heel specifiek in de paardenhouderij. De expertise die we over het hele jaar hebben opgebouwd, hebben we hier weer in kunnen weerleggen om tot deze resultaten te komen. Wat heel leuk was aan de samenwerking, dat is dat Schelfthout via het netwerk of via de grote groep, zij kunnen zoveel producten aanbieden. Zij kunnen uitwijken naar de nevenbedrijven die ze hebben en heel specifiek kan elk product gemaakt worden in het juiste bedrijf met de juiste kennis. En dat is wel natuurlijk een gigantische surplus dat je hebt. En dan de solide manier of de solide wijze hoe dat gebeurt, tot stand komt, is dan wel, denk ik, naar mijn idee, echt vrij uniek. Bestond dat niet, dan hadden we nooit dit gebouw gehad in deze vorm en in dit uitzicht. In juli hadden we de bouwvergunning, meen ik. En in augustus is Schelfhout hier de eerste panelen komen brengen. Het was helemaal mooi op elkaar afgestemd, zeg maar. De vrachtwagens kwamen hier allemaal het hof oprijden. De architect had in eerste instantie een gladde beton voorgesteld, maar dat vonden de bouwheren te steriel. En we waren ook bang dat het snel vies zou worden in deze bosrijke omgeving. Toen hebben de architecten verder nagedacht en zijn ze op dit idee gekomen. En dat hebben ze samen met Schelfthout voor ons uitgewerkt. Naar mijn mening, of tenminste zover ik weet, zijn we ook de eerste die deze structuur zo hebben. We hebben ook heel veel complimenten gehad. Heel veel mensen die de structuur zo mooi vinden. Het is minimalistisch, maar het is toch heel warm. En we zijn heel tevreden.